Bij het programma Undercover in Nederland is naar boven gekomen dat er meerdere moskeeën zijn in Nederland waar de imams illegale huwelijken sluiten. Ook de Assouna-moskee in Tilburg-Noord wordt daarbij genoemd. Hij kent zelfs nog een moskee waar deze illegale huwelijken door een imam worden gesloten. Ik ken die Assouna-moskee in Tilburg, de imam Ahmed Salander. De illegale trouwpartijen waar Alberto Stegeman in zijn uitzending aandacht aan besteedt zijn zogeheten polygaamhuwelijken. Vrouwen worden hierbij voor de tweede, derde of zelfs vierde keer gehuwd. Het huwelijk kan grote gevolgen hebben voor de moslimvrouwen wanneer deze willen scheiden. Wanneer de vrouwen proberen het huwelijk te verlaten zonder toestemming van de moskee of de echtgenoot, lopen zij zelfs kans om vermoord te worden volgens het SBS6-programma.